Vanavond zijn we bij een vrouwenkring uit onze gemeente. Zij gaan vanavond kanoën. Ik vond het heel leuk om even van hun het een en ander te horen van wie zijn ze en wat doen ze nou. En deze vrouwenkring bestaat uit vijf vrouwen, als ik het zo zie. Mirjam, Janneke, Annelies, Arda en Lisette. Nou, wat doen jullie? Nou, wij zijn een jaar of vijf, zes bijbelkringen ontstaan vanuit Oostpoort. De wil was om overdag af te spreken, in de ochtend. En met elkaar delen we vooral het geloof, delen we het leven, delen we de dingen die ons binden, met elkaar ook. En delen we ook de liefde voor God en Jezus. Ik denk dat dat in ieder geval gedeelde passie is. Mooi. En hoe geven jullie je ochtend vorm? Meestal beginnen we altijd met wat lekkers. Soms bakt iemand wat. Dat is altijd wel fijn als je natuurlijk met vrouwen bent. Ja, misschien dat mannen ook kunnen bakken trouwens, maar vrouwen zijn over het algemeen ook altijd wel. Ja, gewoon iets lekkers altijd bij een thee. En is het ook vaak altijd even delen van hoe het met iedereen gaat. En ik denk dat dat ook wel fijn is. Dat verbindt de groep ook wel. Daardoor ben je ook altijd meteen voel je snel op je gemak. En dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Zeker ook al omdat als het gaat over geloof, altijd wel iets kwetsbaars is. Dus ik vind dat niet zo makkelijk altijd om erover te praten. En als je merkt dat er een bepaalde kwetsbaarheid in de groep is, doordat je ook andere dingen met elkaar deelt, is het ook veel makkelijker om bijvoorbeeld ook dingen over het geloof te delen. En juist de dingen die je dan misschien soms moeilijker vindt, of die je misschien, of soms waar je misschien voor schaamt, wat je lastig vindt, is dan makkelijker om met elkaar te delen, omdat het fijn en vertrouwd voelt. Het voelt ook altijd wel, als we dingen met elkaar delen, denk ik, dan heb je ook altijd het gevoel dat het binnen de groep blijft. En dat maakt het denk ik heel veilig. En wat brengt dat jullie nou, als je zo terugkijkt naar, misschien kom je al wel jaren bij elkaar. Wat heeft het je gebracht? Ik denk dat wat het ons brengt, is denk ik ook wel gewoon vriendschap. We herkennen elkaar in dezelfde situatie waarin je zit. Het opvoeden van onze kinderen, dezelfde problematiek die je tegenkomt, maar waar je ook voor, als het problematiek is, dat je bijvoorbeeld met elkaar daar ook voor kan bidden. Of dat je elkaar kan leren van, dan moet je de rust maar bewaren. Of als je het op die manier doet, dan dat. Maar ook wel zoekende, dat je dan mijn God er ook wel bij betrekken. Bij de zorgen, bij lief en leed wat we hebben. Dat je dat eigenlijk met elkaar als vrouwen, je herkent elkaar erin, maar dat ook weer deelt met God. Wat helpt je om je zo kwetsbaar kan opstellen? Omdat je elkaar vertrouwt. Je kent elkaar natuurlijk heel lang al en ik voel me op mijn gemak hier bij de andere vrouwen. Dus als ik gewoon wat iets heb, dan deel ik dat gewoon, dan zeg ik dat gewoon. En ik vraag ook als er bijvoorbeeld dingen spelen of we willen bidden. Of we bidden ook voor elkaar als er wat in de app of zo. Als er echt iets is dat niet fijn is of goede dingen ook erin zetten. Ja, dan weet je gewoon dat de ander ook naar jou luistert en ook echt voor je bidt om wat je vraagt, wil je van binnen. Weet je ook als ze het ook echt doen. Wat doet dat met je? Ja, ik vind het fijn dat ik de ander eens voor bidden, want ik merk gewoon dat het daar dat het je steun geeft en dat je er rust van krijgt. Omdat je weet dat ander, als je het zelf soms niet kan of zo, dan is het fijn dat je weet, hé, ander. Ja. Het is niet dat ik alleen de Bijbelse die vrouw app dan, maar sowieso het geheel dan. Als je die app strijdt, van jongens, bid mee. Als je gewoon weet dat God dan helpt. Ja, en ik denk dat het ook wel goed is dat andere mensen ook weten wat er speelt bij je. En wat je later weer kan zeggen van, het heeft geholpen dat je gebeden hebt. Ja, mooi. Lisette, heb je nog tips of ideeën voor mensen die nu kijken? Vrouwen die nu kijken, bijvoorbeeld? Ja, zeker wel. Want het is gewoon heel fijn om je verbonden te voelen met gemeenteleden. En eigenlijk is een bijbelstudiekring een gemeente in het klein. Want je leeft dicht met elkaar mee. Ja, je hoort dingen van elkaar die je normaal niet zou horen. Omdat je gewoon een uur of twee bij elkaar bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook zeker in deze tijd
om dat op te zoeken. Toen ik inderdaad net lid werd van de Oostpoort, toen vond ik het best wel lastig om mensen te leren kennen. Want het is natuurlijk een grote gemeente. En dan, als je dan zondags komt en ik kwam er in de late dienst, en is er ook nog niet echt daarna altijd koffie drinken. Dus dan gaat iedereen weg en dan ontmoet je. Het is heel moeilijk om echt mensen te ontmoeten. En voor mij was dat een kring echt daar heel belangrijk. En ik heb toen echt wel bewust voor een vrouwenkring gekozen. Want ik heb het daar nog over gehad. Bewust voor een vrouwenkring gekozen. Want ik ook dacht van ja, dat is denk ik een plek waar ik... waar ik net al over heb gehad inderdaad. Waar ik denk wat makkelijker misschien dingen deel. Ik voel het heel lekker. Het is vaak vrijdag meestal. Dus dat heel goed begin van het weekend. Ja, dat is zeker wel voor mij heeft het echt wel het verschil gemaakt om een plekje te vinden. Hoi.